Oma Brit leest voor. Korte verhaaltjes van Dickie Dick. Geschreven en geïllustreerd door Jet Boeken tussen 1978 en 2017. Op de wip. Dickie Dick ziet twee mussen. Sst, hij gaat ze pakken. De mussen hebben niets in de gaten. Ze kwetteren over van alles en nog wat. Dickie Dick sluipt naar ze toe. En dan opeens wipt hij naar beneden. De mussen vliegen naar de andere kant. En Dickie Dick gaat er achteraan. Nu wipt hij naar de andere kant. Naar beneden. Oh, wat een leuk spel. Wippen is veel spannender dan vogeltjes vangen. Buiten spelen. Dickie Dick heeft een plan. Het is heerlijk weer. De zon schijnt en het is lekker warm. En dan is er niets leukers dan buiten spelen. Wat zal ik allemaal meenemen naar buiten? Vraagt Dickie Dick zich af. Zijn lievelingsbal natuurlijk, zodat hij kan overgooien met Beer. En zijn nieuwe speelgoedmuis. Hé hey Beer, wat doe je nou? Die peer kun je nog niet eten hoor. Het is midden in de zomer en dan kun je geen peren plukken. Die zijn pas lekker na de zomer. Kom Beer, we gaan zoeken naar aardbeien en kersen. Die zijn nu al wel lekker. En dan gaan we eerst smikkelen en daarna met de muis en de bal spelen. Ha, dat is een goed plan. Klapstoel. Dickie Dick wil buiten van de zon genieten. Waar zal die eens gaan liggen? Op het gras? Nee, dat is nog een beetje nat van vannacht. Op de tegels? En nee, Getsie, die tegels zijn hard en ruw. Oh, wat staat daar nou? Dat lijkt wel een nieuwe stoel. Die ziet er best lekker zacht uit. Dickie Dick springt op het stoeltje. Oeh, het stoeltje doet eng. Het klapt in elkaar. Wat is dat nou weer voor iets raars, denkt Dickie Dick. Nou, laat me zitten. Ik ga wel in het zand liggen. Lekker warm en zacht tegelijk. Dat is beter dan die stoel. Ik zie... Een zwemband. Twee slippers en één hagedis. Ze zijn allemaal groen. Of heb ik het mis? In de vuurtoren zijn drie poezen. Miauw, miauw. En zie je die vlag op de boot? Rood, wit en blauw. De zon staat te stralen. Die is knalgeel. Een zee vol vissen. Oeh, dat zijn er veel. Vier schapen staan veilig op het droge. En één lief bruin dier denkt, wat zou ik met die onderzeeboot mogen? Rara, wie is dat?